Baby Vroom, omdat in die vriendengroep... Daar is die Baby Vroom, klaar! Nogal wat kinderen zijn geboren de laatste tijd. Een vruchtbaar gezelschap, kun je zeggen, hebben ook een leuke constructie gebouwd. Grote kinderwagen met veel last van die huif met de tegenwind. Kom je dan op de pen? Ja hoor, knap! Snel naar die bel, jongens. 9,85. Goeie tijd. Hele goede tijd. Want dit was niet zo makkelijk om dat goed op de baan te houden. Kijk eens even hoe die wind daar waait met die huif. Dat scheelt altijd weer tiende van seconde. Maar heel knap. Een droge luier gehouden. Deelnemers, ja. Klaar! De mannen waren een beetje nerveus. Wisten niet of het zou lukken. En zegt Vincent, ik help jullie wel. Ik bedoel, die heeft toch nog een beetje tijd over, want die ging net niet zo goed op de baan. En nu stuurt hij hem weer van de baan. Oh, Vincent. Nou, hij krijgt hem toch keurig recht. Wat was dat leuk. Uit die voetbal moet dan een mannetje komen. En die komt ook en die denkt, nou, ben ik daarvoor gaan zitten in die bal, want hij rolt gewoon weer makkelijk terug. Ja, het is altijd een tegenvaller, maar hij zag er wel mooi uit, dat moet ik wel zeggen. Ja, het gaat gewoon door, want hier met hoge snelheid komen de Wanders uit Ulft, ook uit de Achterhoek. Zijn jullie er echt helemaal klaar voor? Nou, zo te zien wel hoor. Er kan goed getrapt worden, maar wat een dunne wielen zijn dat aan de zijkant. Wat staan die dingen scheef, moet je kijken zeg. Die staan helemaal naar binnen, als dat maar goed gaat, als dat maar goed gaat. Die laatste meters naar de pen. Je gelooft het bijna niet, hè? Ze zijn er zo dichtbij, heel rustig mikken en dan nog ernaast. Ja, weet je, het gekke is, moet je op die stuurman letten. Kijk, die moet sturen. Die moet die zaak recht voor de pen zetten. Ja, en wat doet hij? Hij stuurt hem ernaast. En dan kijkt hij gelijk om van, hoe kan dat nou? Zie je? Eerst eens kijken hoe die eerste meters gaan naar beneden. Dan de baan op. En dan blijven trappen. Dus ze staan op de pedalen, zeg. Goedemiddag, wat een tempo is dat. Wat een mooie stevige constructie. Snel bellen. 9,31. Niet de snelste tijd, maar wel heel hoog in het klassement. En dit is weer een prachtig voorbeeld van Gein op het plein, zoals het moet, hè. Gewoon snel die baan over. Kijk hoe keurig daar voor die pen uitkomen. Naar voren, tempo houden en aan die bel trekken. Het is een mooi, ook technisch onderdeel, hoor. En maar snel trappen, daar gaat het om. Snel die kracht overbrengen op die trappers en door naar voren. Let op de tijd. Komen ze recht voor de pen. Hij pakt hem. En nu naar die bel. Let op, 8,53. Ongelooflijk. De snelste tijd. Zo, nou, dit was het. Ik heb genoten. Ik hoop dat jullie ook een beetje hebben genoten. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. En hou het droog op je fiets, hè. Dag. Zwaai allemaal. Dag allemaal.